Goedemiddag, de hele familie. Ja, zo is dat. Mooi dag. Ja, natuurlijk. Schitterende dag. De zon schijnt. Fantastisch. Heb je lang gemist? Nou ja, ik was wel druk. Alleen niet in de media. Maar aardig dat u dat zegt. Wat heeft u gedaan in de afgelopen maanden? Nou, dat is natuurlijk een hele drukke tijd. Ik ben vaak in het buitenland geweest. Bij conferenties, inleidingen gehouden. Ik was in eigen land ook in Curaçao, in Parijs, Londen. Ik was in Boedapest. Volgende week ga ik naar Singapore de hele week. Ik heb inleidingen gehouden, bedrijven geopend. Dus het was een mooie tijd. En goed gewoon... voor de KLM, Miles, als ik het zo hoor. Ja, die krijg ik alleen niet. Maar vliegen is gewoon een leuk iets. Dat is ook zo. De rest van de tijd verdoet u nu een beetje bij Ernst, Crosby, Stills, Nash & Young. Verdoet u dit interview? Nee, dat is niet goed. Dit wordt niks. Nee, wat doet u daar? Nee, ik ga mezelf bezighouden met internationale organisering en ik ga me bezighouden met het thema corporate responsibility. Dat betekent, wat is de verantwoordelijkheid van de onderneming? Dat is mijn hoofdtaak daar. En hier? Gaat u tentamens nakijken? Ik geef colleges. Tentamens hoeft niet. De bedoeling is dat ik nu colleges geef bij verschillende vakken. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ben ik al mee begonnen. En het gaat onder andere over ordeningsparadigma's, las ik. Ik heb hier wat studenten gevraagd. Niemand weet wat het is. Nou, oké, is de reden om college te geven. Ik kom een keer kijken. Goed zo. Veel plezier. Dank u wel. Dank u wel.